Thank you.
Vader, dank u wel, Heer Vader. Heer, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dat we dat ook mogen beleiden. Dank u, Vader, dat we hier bij elkaar vergaderd mogen zijn, Heer, om u alle lof, eer en aanbidding te geven. Yes. Heer, we bidden, Vader, voor onze spreker, voor broeder Richard Marks. Met ons zalf, Heer, op een bijzondere wijze, Heer, ik ga om uw naam, om uw eer, Heer. En dank u wel, Heer. Glorie voor uw heilige naam. Dank u, Abba, Vader, dank u, Jezus. En dank u, Heilige Geest van God. In Jezus' naam alleen. Amen. Dank u. Goedemorgen. Ik ben te horen, maar ik hoor mezelf niet. Ik zet het ding even aan de kant. Want, zoals ik al eerder heb gezegd, we moeten Gods geest de ruimte geven. En als Gods geest de ruimte heeft, zal hij zeker gaan bewegen in de ruimte die wij Gods geest geven. Want God is een gentleman. God neemt niet. God vraagt. En ik wil eens beginnen met de mededelingen. Kijk hoor. De mededelingen voor de komende week. Woensdag 28 oktober hebben we bidstond. Heel belangrijk. En daar geven Gods geest de ruimte om te bidden. Voor elkaar, voor uzelf. En ik nodig u allemaal uit om te komen. Maak tijd vrij voor de bidstond. En aanstaande woensdag heeft zuster Noor het woord in de leiding van de bidstond. Aanstaande zondag 1 november zal broeder Mike van Amstel ons voorgaan in het woord. En woensdag zullen we voor hem gaan bidden, om het woord te gaan brengen. En het is belangrijk dat wij elkaar in gebed houden. Er is net gebeden en ik wil graag nog een keer bidden voor wat er nu gaat komen. Want het is heel makkelijk om te zeggen, want ik heb het woord voorbereid. Maar het is niet altijd zo. En om u eerlijk te zeggen, ik ben vrijdag de hele week met elkaar aan het denken. Heer, wat wilt u brengen? Maar ik heb geen inspiratie gekregen. Vrijdag ben ik heen en weer geweest. Van boven naar beneden. Zaterdag niet om die toe. God heeft me wel gezegd welke kant ik op moet. Maar hij heeft de weg nog niet laten zien. Dus ik wil graag bidden dat God echt vandaag, deze ochtend, mij de woorden gaat geven. Om u zo te kunnen bedienen dat u vol van zijn geest deze ochtend gaat verlaten om het te gebruiken voor de komende week. Zullen we onze hoofd buigen. Hemelse Vader, u komt toe alle lof, eer en glorie. Heer, alles wat wij doen in uw naam verwachten van u. Ook zo deze ochtend als wij bij elkaar komen om u te loven en te prijzen en het woord aan te horen, Vader, verwacht het van u. Ook ik, Vader. Heer, en geef mij aan u. Vader, ik stel me open voor u, Vader, om mij te gebruiken, Heer, als uw spreekbuis. De woorden die in mijn mond naar buiten komen, Vader, laat het zo zijn dat het niet mijn eigen woorden zijn, maar van u. Heer, bestuur mij en bestuur mijn tong, Vader, om te spreken.
Heer, en zegen het in Jezus' naam. Amen. Amen, broeders en zusters. Ik ga even zeggen wat ik wil lezen uit Matteüs 9, vanaf vers 35 tot 37. En Matteüs 10, pik ik een aantal tekstgedeelten uit. Dat even om u voor te bereiden waar u het kunt opzoeken. Ja, en misschien dat u zegt van, zoals ik begin, ja, dat weten we al en dat horen we iedere keer weer. Maar we leven in een moeilijke tijd. En het enige wat wij horen om ons heen, tijdens ons werk, tijdens de wandelingen die we maken van onze collega's, is het corona, corona, kijk uit, corona, corona. Maar toen dacht ik op mezelf, bij mezelf van, hoezo krijgt corona zoveel aandacht? Waarom is alles wat wij doen, wordt gericht naar corona? Eigenlijk moeten wij als tegenwicht geven aan corona, 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 moeten we zeggen van, Jezus, Jezus, Jezus. En dat laten we wel eens achterwege. En wij laten ons drijven in een bepaalde richting zoals de overheid het wil. Dat is goed. We moeten de overheid gehoorzamen, dat staat ook in Gods woord. Maar moet het in zo'n fase dat wij alleen maar gehoorzaam zijn aan degene die ons land besturen, of moeten we gehoorzaam zijn aan degene die ons leven bestuurt? En daar wil ik het over hebben. Ik wil over hebben dat de tijd, die verandert heel snel. Vanaf maart tot nu, moet kijken wat er gespandeerd wordt om ons leven te veranderen. Aan geld, aan regels, instanties die opnieuw het leven worden geroepen. Als Nico en ik werken op school en als je ziet hoeveel geld er vanuit het onderwijs naar de corona gaat, ik denk dat ik nu zeg van, als er 100.000 euro al is gespandeerd aan coronamaatregelen binnen de school, het is goed hoor dat het gebeurt, is het heel veel geld. Maar het is belangrijk dat we zeggen van, Jezus Christus, dat is ons doel, daar moeten we naar luisteren. En kijk hoe wij hier zitten als gemeente. Er worden gezegd 30 mensen maximaal. Dan zijn we gehoorzaam aan het advies van het Rijk. Maar weet u dat in de grondwet staat dat bijeenkomsten van religieuze aard, die zijn vrijgesteld van die 30 mensen. Alleen, we moeten 1,5 meter aanhouden. De kerk in Staphorst met hun 600 man. Amen, dat ze zoiets doen. Waarom? Omdat in hun kerk, daar kunnen 2,000-3,000 man in. En de woordvoerder zei, heeft ook gezegd, als wij daar met 600 man in zitten, dan hebben we nog 1,5 meter afstand. Maar de media kijkt, de wereld kijkt naar ons. Moet je kijken, 30 man, maar ze gaan met 600 man erin. Ze weten niet wat er binnenin gebeurt en hoe ze daar zitten. En wij als christenen laten ons voeren daar naartoe zoals de regering het wil. Nee, laten we dat niet doen. Laten we helder blijven. Laten wij nuchter zijn. Laten we waakzaam zijn. Het is heel belangrijk om niet uw christelijke normen en waarden te verliezen aangaande de adviezen die, en ik zeg juist adviezen,
die de regering ons oplegt. We mogen daar aan denken. We mogen daar best aan houden. Maar strookt dat met ons geloofsleven? Zitten wij in China, waar de vervolgde kerk in kelders moeten bijeenkomen? Of in containers die in de zon staan? Nee, we zijn hier in Nederland. Met de grondwet aan onze zijde. En maak daar gebruik van. Maar de kerk zoals wij waren, zal nooit meer worden voor in de toekomst. En daar wil ik het over hebben. De verandering die wij als christenen, als gemeenschap, in ons geval de Pinkstergemeente de Fontein, zal niet meer worden zoals wij dat gewend zijn. Waarom? Omdat wij alles over ons heen laten komen. En dat wij zeggen van ja, we moeten een regering gehoorzamen. Kijk wat ze zeggen. Dit moeten we doen, dat moeten we doen. En we moeten gehoorzaam zijn in alles wat redelijk, in alle redelijkheid en billijkheid. Dus wij moeten proberen als christen anders te gaan denken. Anders te gaan leven. Anders te zijn. Als mens, als christen, als kerk en als gemeente. We moeten anders denken. Wel op een manier dat we God alle lof, eer en prijs geven. Dat Jezus Christus alle aandacht krijgt. Corona heerste. Maar voor corona was Jezus Christus al. En die aandacht moeten we aan hem geven. En zoals Jezus kerk was toen hij op aarde liep, ik denk dat wij daar naartoe gaan. En ik denk dat we het ook daar onze focus in moeten leggen. We hebben Nico Tamela hier als evangelisatiediaken. Hij regelt het naar buiten gaan. Laten we ook naar hem luisteren om te zeggen van, Nico, wat gaan we doen? Ik ga lezen uit Matteüs 10, vanaf 35. En wat staat daarboven? Uitzending van de 12. Dat was kerk, toen Jezus Christus nog hier was. Toen Jezus Christus als mens op aarde liep. Hij was kerk. En hoe deed hij dat? Hij ging naar buiten. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte. Kan Jezus Christus de corona bestrijden, genezen bij mensen. Amen. Wat hoor ik? Amen. Amen. Hij genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en, hulpeloos uitzagen. En dan komt het, als schapen zonder herder. Kijk hoe wij nu ronddollen, rennen. Als een kip zonder kop. Oh, moet ik daar naar luisteren? Nee, we moeten ook dit doen. Oh, we gaan die kant op. Nou, laten we een stukje teruggaan. En dat is hoe wij als mens, of je nou christen bent, of je kent God niet, dat je heen en weer geschopt wordt, geduwd wordt, door de regelgeving die een land opzet. Ik wil niet tegen het land aanschoppen. Maar wat ik wel wil zeggen tegen u als christen. God zegt ook, wees waakzaam.
Daar komen we zo meteen nog op terug, want het staat ook hier in dit gedeelte van Matteüs 10. En wij zullen meer naar buiten moeten gaan om kerk te zijn. Hier kunnen we kerk doen. Zondagse diensten houden, bidstonden, gezellig met elkaar kletsen. Maar buiten zien wij als, zoals Jezus Christus eens heeft gezien, menigten aankomen die vermoeid zijn. Omdat ze geen herden hebben. Ze hebben geen lijn in hun leven die ze kunnen volgen. Wij hebben Jezus Christus die wij kunnen volgen. Wij hebben zijn Heilige Geest die ons troost geeft. Die ons blijdschap geeft. Die ons de weg wijst. Waarom? Omdat ons doel is Jezus Christus. Ik heb destijds al eens een keer eerder gepredikt dat ons doel de eindstreep is die we samen moeten gaan halen. Maar ieder voor zich gaat over die streep, want ieder voor zich wordt ter verantwoording geroepen aan het eind van de wedloop. Zo is het ook in je eigen leven als christen zijnde. Als je gelooft het woord van God van kaft tot kaft, dan kun je sommige dingen kun je niet overslaan. Zo van, daar heb ik even geen zin in. Of dat past niet van mij, of het is mijn ding niet. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel wat mijn ding niet is. Maar ik probeer er wel aan te houden dat ik zeg van, ik ga het proberen. Het is niet mijn ding om mensen aan te spreken en zeggen van, hé, kent u Jezus Christus? Wat ziet u er vermoeid uit? Kan ik wat voor u doen? Dat is niet mijn ding. Maar we doen het wel. Ik probeer het wel te doen. En op mijn werk heb ik de hulp van mijn broer. En zo is het ook in het leven. We hebben elkaars hulp nodig. Om datgene te doen wat Jezus Christus heeft gedaan. En als wij, en als Jezus Christus ziet, mensen uitgeput en hulpeloos, dan stapt hij daar naartoe. En dan wordt Jezus Christus hun herder. Op wat voor manier? Hij vertelt over zichzelf. Hij vertelt over zijn vader. Hij vertelt waarom hij is. Hij geeft les in de synagoge. Hij geeft les in de kerken. Bijeenkomsten. En het was niet zoals wij hier hebben. Een mooi gebouw met een dak erop. Verwarming erin, vloerbedekking, dat onze voetjes lekker warm blijven. Nee, het was in de hitte, in de stof. Hadden ze allemaal een flesje water, zoals hier staat, hadden ze allemaal zo'n flesje water onder hun stoel? Ze hadden niet eens een stoel. En ook geen flesje water. Kees, ik probeer me altijd wel te bedenken van hoe is dat vroeger gegaan? En wat voor zegen heeft God gegeven ons in deze moderne tijd? En we mogen gebruik maken van de moderne tijd. Kijk, René is nu aan het opnemen. We worden live, worden we naar buiten gestuurd. Iedereen die niet hier zit, die krijgt een melding op hun Facebook. Hé, er is een livestream van de Pinkstergemeente van Teen. We gaan even kijken. Dat is evangeliseren. Dat is Gods woord naar buiten brengen. Ik wil niet zeggen dat ik nu zeg van, nou blijf maar lekker zitten, want de livestream komt. Nee. Na de dienst, de livestream is afgelopen. Dan gaan we naar buiten. Gaan we naar huis? Ja. Gaan we bij iemand op visite? Ja. Gaan we praten over Jezus Christus op de straat? Ik kan daar geen ja op zeggen. Want 9 van de 10 keer vanuit een dienst ga ik naar huis. Kopje koffie drinken, kletsen met 10 en ik vervolg mijn leven, mijn dag. Terwijl ik eigenlijk naar de buren moet lopen en zeg van, ik heb een goede dienst gehad. Jullie weten dat ik christen ben, ik ben naar de kerk geweest. Dat is evangeliseren. Ik ga verder lezen uit Matteüs 10. Daarom riep hij zijn 12 leerlingen bij zich. En gaf hem de macht
om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Hier ziet Jezus een menigte mensen vermoeid, uitgeput, hulpeloos. En hij pakt zijn woord daad bij het woord, of woord bij het daad, hoe zeg je dat? En die gaat gelijk de 12 discipelen bij zich houden. En die zegt van, ik geef jullie de macht die ik heb gekregen van mijn vader, die geef ik ook aan jullie. En met datgene wat jullie krijgen, gaan jullie de wereld in. Want ik zie daar een menigte, hulpeloos, uitgeput. Die hebben hulp nodig. Want ze zijn hulpeloos. Die hebben kracht nodig, want ze zijn uitgeput. En ik geef jullie die macht. Om kracht te geven, om ziekte te genezen en demonen uit te drijven. En ik ga verder. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. De eerste, Richard Reineke. Die Ries wordt genoemd. En zijn broer Andreas. Jacobus. Zet ik Michael van Amstel in. De zoon van broeder van Amstel. En zijn broer Eduard van Amstel. Gods woord moet je zo toepassen op jezelf dat je je eigen naam in de tekst kan invullen. Waarom? Omdat het dan tot je toe komt. Het spreekt je aan. En je zegt zelf tegen jezelf, als je dat doet, oh, Richard, jouw naam staat erin. Dit is Gods woord. En wat moet ik doen? Oh, dit is van over de 12 discipelen. Ik moet eruit. Ik moet spreken. Ik moet met mensen bidden. Want ik heb die macht gekregen van God de Vader. Gedreven door zijn Heilige Geest. Dat is wat Jezus deed. Gelijk zijn 12 discipelen erbij halen. Gods Geest zegt, Pinkstergemeente Fontein, kom. Kijk, daar zijn mensen buiten. Die zijn hulpeloos. Die zijn moe. Vertel hun. En hoe gaan we dat doen? Met Gods woord. Met zijn geest. En waarvoor doen we het? Om niets. En daar staat, om niet hebben jullie ontvangen. Om niet moeten jullie geven. Dus één regel. Zeg alles. Om niet heb je iets gekregen. We hebben niks voor moeten betalen. Het enige wat we hebben moeten doen is Jezus Christus aannemen in ons leven. En tegen Jezus Christus en tegen God de Vader zeggen van, en ik stel mijn leven open voor u. Ik zet mijn hart open voor uw Heilige Geest. Laat Gods Geest werken. En hoe Gods Geest werkt, we krijgen geen handleiding erbij. Dan alleen de Bijbel. Wordt niet gezegd van, nou, Gods Geest die gaat bij de eerste dag maakt hij je wakker. En bij de tweede dag zal hij je voeten in beweging brengen. Nee. In geloof en in vertrouwen zal Gods Geest ons sturen daar waar God ons hebben wil. En we gaan op pad. We gaan naar ieder dorp, we gaan naar iedere stad, we spreken iedereen aan, we komen bij mensen binnen. En we gaan lezen vanaf 12. Groet de bewoners van het huis dat je binnen gaat. Dus gewoon aanbellen. Hallo, alles goed met u? En laat u die vrede over dat huis komen als het dat waard is. Maar als het niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. Dus met uw
binnenkomt met het verhaal over Jezus Christus dat jullie gaan vertellen, dan geef je de vrede mee weg die je hebt gekregen. Maar als die vrede daar geen bestemming kan hebben, dan mag u die vrede weer terugnemen. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Met andere woorden, als de mensen niet willen luisteren, ze willen jou niet aanhoren, ze willen het woord, het goede bericht, het evangelie niet aanvaarden, dan mag je ze laten zijn zoals ze zijn. Dan mag je ze laten zijn zoals ze zijn, want daar kiezen ze voor. En dan schud je je stof van je voeten, met andere woorden, ik heb gedaan wat ik kan en ik ga verder. Naar degene die wel het goede nieuws wil horen en aanvaren. De vrede. Weet u wat vrede is? Tien en ik hebben daarover nagedacht. Tien had een quote gelezen in het Engels. En ik dacht bij mezelf, ja, dat is zo. Ik heb hem geprobeerd te vertalen. En wat is er uitgekomen? Vrede is niet de afwezigheid van problemen, maar de aanwezigheid van God. Als je vrede in je hart hebt, wil niet zeggen dat je geen probleem hebt. Wil wel zeggen dat je God in je hart hebt. Maar God en een probleem, die kan goed samen. Waarom? Omdat God overheerst over het probleem van je. En als God dat doet, en hij doet dat, want Jezus heeft het aan zijn discipelen gezegd, en de discipelen zijn de wereld ingegaan, heeft het ook tegen de andere mensen gezegd. En die andere mensen hebben het weer tegen andere mensen gezegd. En dat is tot in de 21ste eeuw naar ons toe gekomen. En dus kunnen wij die vrede, mogen wij aanvaarden, ook al hebben we zoveel problemen, God overheerst over problemen. We zeggen wel eens, geen probleem is te groot voor God. Dat was even een tussendoortje. Vrede is niet de afwezigheid van problemen, maar de aanwezigheid van God. Ik wil lezen Matteüs 10, vers 16. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. En dan komt het. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Jezus wist precies wat hij aan het doen was toen hij de discipelen uitzond. De 12 die hij uitzond. Hij zegt, ik weet dat ik jullie als schapen van mij, want hij gaf ook zelf aan van hij zag mensenmassa zonder herder. En hij stuurde zijn discipelen zonder dat hij zelf meeliep de wereld in. Hij wist zeker dat hij zijn discipelen stuurde als schapen onder de wolven in de wereld. Het is niet veel anders destijds als nu. En ik denk dat jullie allemaal kunnen beamen dat het zo is. Dat de wereld steeds harder wordt. Dat de wereld steeds meer geënt is op ik. Als je ook nu in de pandemie ziet. De een na de ander zegt, ik heb een vaccin. Trump zegt van, het is van mij. Het is van mij, ik koop het, het is van mij. En daarin zie je dat de mammon, de macht van het geld, die heeft de overhand
op de wereld. In de pandemie is de helft van de miljardairs op de wereld, die hebben hun vermogen verdubbeld. In die 6 maanden tijd. Mensen verliezen hun baan. Bedrijven gaan failliet. Ze kunnen hun bedrijven niet openen. Restaurants die moeten hun eten weggooien, want ze kunnen het niet verkopen. En de rijken, die worden alleen maar rijker. Waarom? Omdat ze de touwtjes in handen hebben. Het geld die de wereld nodig heeft om dingen te maken, die houden zich bezig. De mammon. Laten we ons niet overweldigen door de mammon. En je mag en je mag scherpzinnig zijn. Je mag kijken van, hé, dat is niet wat God bedoelt. En je mag dat wegvegen. Maar je moet wel onschuldig zijn als duif. Je moet Gods geest moet je wel laten werken in je leven. En jouw karakter niet de overhand laten nemen in datgene wat de wereld zegt allemaal. Want in vers 20 zegt Jezus, jullie zijn immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Dus laat je leiden door de Heilige Geest. En alles wat je zegt tegen een ander, laat het bestuurd worden door Gods geest. Dineke zegt altijd van, laat geen lievige taal over uw lippen gaan. Staat in Spreuken 24. Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. We moeten leren van onze God de Vader. We moeten leren van Jezus Christus. De Heilige Geest geeft ons de tools om datgene te doen in de wereld wat Jezus deed. Maar laten we ons niet bedenken dat wij hoger gaan staan als Jezus Christus. Dat wij zeggen van, goed ben ik, hè? Ik heb dit en dit en dit gedaan. Nee, wees nederig en dankbaar aan onze God de Vader, want Hij bestuurt ons. We hadden woensdagavond een fijne bidstond. En ik werd ook een beetje geïnspireerd daardoor. Want Richard Reinke had het over een rivier, dat je aan de stroom moet staan aan de rivier. En dat het levend water overvloedig vanuit uw binnenste moet komen. Zoals Jezus Christus zijn Vader groot maakt in de wereld, zo moeten wij overvloedig over de stromen van levend water gaan om de wereld te bevloeden van het levend water. Als iemand dorst heeft, laat hem komen om te drinken. Sluit niet je deur en zeg niet van, oh, ik heb vanavond een feestje, kom morgen maar even. Zeg niet van, oh, ik ga nu even sporten. Heb je dorst? Ah, kom morgen maar, dan krijg je een glas water. Ik ga nu even sporten. En dan zeg ik dit nu eventjes als in het geestelijke. Als iemand komt om hulp, ga niet zeggen van, ik moet even sporten. Ik heb een afspraak in de gym. Nee. Kom morgen maar. Want morgen kan te laat zijn.
dat is stromen van levend water in u, vanuit uw binnenste. En dat is Gods geest. En als wij op dit verhaal allemaal stuk voor stuk amen kunnen zeggen, dan zal de volgende vraag die Nico gaat stellen op een keer, ik weet niet of hij nu die vraag heeft, we gaan evangeliseren, we gaan daar en daar gaan we staan, we gaan over Jezus vertellen, we gaan over Jezus zingen. Dan verwacht ik eigenlijk, als wij hierop amen kunnen zeggen, dat we naast hem gaan staan. Jezus Christus is onze heiland. Jezus Christus is datgene waar we ons op moeten focussen. En ik wil afsluiten met de volgende tekst. Uit Matteüs 28. Vanaf vers 19. Wie heeft het voor zich? Wie wil het lezen? Matteüs 28, vanaf vers 19. En als titel staat erboven, uitzending van de leerlingen. Wies, wil jij lezen? Woensdag, daarom. Ik refereerde er ook toen aan. Ja. Daarboven, eigenlijk boven 16 staat nog het zendingsbevel. En dan 19. Gaat dan henen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heiligen Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Amen. En dan heb ik hier nog staan en houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus komt terug. Jezus komt terug. Dat betekent dat hij op een gegeven moment zegt van het is nu genoeg geweest. En hebben wij de eindstreep gehaald? Op een manier waarop God zegt van ga de wedloop aan. Hebben wij de wedloop dan goed beëindigd? Kan ik niet voor u invullen? Kan ik niet voor mijn vrouw invullen? Of voor mijn dochters? Dat moeten jullie allemaal zelf kunnen invullen. Het enige wat wij aan elkaar kunnen doen, is het voorleven vanuit het evangelie. En zeg nee tegen datgene wat je hindert. En zeg nee als iemand vraagt van hey, zullen we dat even doen? En het is niet zoals God bedoeld heeft om dat te doen. Zeg nee. Want het is veel makkelijker om ja te zeggen. Maar om dat vol te houden. Het is heel makkelijk te zeggen van ja, Jezus Christus, ik neem u aan als mijn verlosser. En als mijn zaligmaker, als mijn genezer. Maar het is moeilijker om het vol te houden. En de Heilige Geest wil je daarbij helpen. Tot aan een voltooiing van deze wereld. En voordat de wereld voltooid wordt door God onze Vader, mogen wij gebruik maken van datgene wat Jezus Christus heeft gegeven aan u als zijn discipel? Voelt u zich als een discipel van Jezus? Voelt u dat? U bent een kind. U bent een kind van de Hemelse Vader.
maar we zijn een discipel van Jezus Christus. En als ik voel me als Jezus, als een discipel. En dus mag ik dat aanvaarden wat hij aan de discipelen heeft gegeven. De macht en de kracht om demonen uit te drijven, om zieken te genezen. Het staat niet voor niks in Jacobus dat de oudste van de gemeente handen mag opleggen voor genezing. Waarom? Omdat Jezus Christus het heeft gegeven aan zijn discipelen. Mike, ben je een discipel van Jezus? Nico, ben je een discipel van Jezus? René, ben je een discipel van Jezus? Ja. Edu, ben je een discipel van Jezus? Amen. Amen. En dat is wat God de Vader wil van zijn schepping. Als ik iets gemaakt heb, wil ik ook dat het zo lang mogelijk mooi blijft. Als ik mijn auto heb gemaakt, dan ben ik blij. Waarom? Omdat hij het weer doet. En ik wil hebben dat het zo lang mogelijk dat mijn auto het doet. Gaat dat vanzelf? Nee, ik moet het onderhouden. Ik ben blij dat ik een discipel ben. Gaat dat vanzelf? Nee, ik moet het onderhouden. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En hoe maak je leerlingen tot het volk van Jezus Christus? Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als je dat doet, dan laat je zien dat je Jezus Christus aanneemt als je persoonlijke verlosser, geneesheer en redder. We zijn blij in de gemeente omdat wij 3 doopkandidaten hebben. Amen. Waarom ben ik blij? Omdat het volk van Jezus Christus met 3 man, in dit geval met 3 vrouwen, vergroot gaat worden. Amen. Hoe mooi is dat? En het heeft ook bij mij het gevoel van, ze horen het evangelie en ze gehoorzamen niet wat de kerk zegt, maar ze gehoorzamen naar het evangelie wat ze horen en ze aanvaarden Jezus Christus als hun zaligmaker. En ze zijn gehoorzaam aan God de Vader. Waarom? Staat in het woord. Hoe makkelijk kan het zijn? Geloven is het gemakkelijkste wat er is. Dus autorijden is moeilijker. Fietsen zonder zijwieltjes is nog moeilijker. Maar geloven is zo makkelijk. 1 ding moet je doen. Jezus Christus aannemen. En laat Jezus Christus voor op uw tong blijven zitten. Door te praten over hem. Om mensen te vertellen wat Jezus Christus voor u persoonlijk heeft gedaan en nog steeds aan het doen is. Want zolang wij hier lopen op deze wereld, hebben we de eindstrijd nog niet gehaald. Als morgen Jezus terugkomt, kunnen wij dan zeggen van, dan heb ik de eindstreep gehouden. Dan heb ik dat gedaan wat Jezus van mij heeft gevraagd. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen van mezelf. Kijkt u daarvan op? Ja? Ik ook. Want er is nog zoveel te doen. En wat heb ik allemaal gedaan? En zo mag u zichzelf gaan afvragen. Stel dat morgen Jezus terugkomt, heb ik mijn bruidskleed aan? Ben ik er klaar voor? Amen. Ik wil u danken voor het aanluisteren.
woord van de Heer. Mijn gebed is nu ook dat het ingang kan krijgen in uw hart. Ingang kan krijgen in uw leven. En ik wil eindigen de dienst te sluiten met gebed. Zullen we onze ogen sluiten? Vader God in de hemel, het is heerlijk, Vader, om in uw nabijheid te zijn. Het is geweldig, Vader, om in een warm bad te zitten, om te luisteren naar uw stem, om te praten over u, Vader, want u bent ons leven. U zit op de troon van mijn leven. En ik wil u daarvoor danken, Heer. Want alles wat om me heen weg kan vallen, dat is jammer. Maar u bent het enige wat overblijft. En ik dank u daarvoor. Dank u wel, Vader God, dat u het woord ingang heeft laten doen komen in de mensen die het horen. Hier in het gebouw, de fontein. Maar ook voor degene die luisteren in hun stoel thuis of waar ze ook zijn. En het gebed die we gaan uitspreken geldt voor een ieder die luistert op dit moment. En dat geldt voor een ieder die het wil aanhoren. Zoals u ook heeft gezegd tegen de discipelen, gaat de wereld in, verkondig mijn evangelie. En ik dank u, Heer, dat wij iedere zondag ook het evangelie mogen verkondigen, Heer. Geleid door uw Heilige Geest. Gevuld door uw Vaderhart. Dank u wel, Vader. En zo, gemeente van Jezus Christus. Waar u ook bent. Hier op deze plek of elders thuis. In Nederland. In Europa. Ja, het is een moeilijke tijd. En ja, we denken steeds aan corona. Maar in de naam van Jezus Christus verwijder ik dat. En daarvoor in de plaats moet de naam van Jezus Christus komen. We moeten zeggen, Jezus, 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 u bent mijn redder. En zo gaat heen in vrede. Daar waar God is. En we mogen u zegenen in de naam van de Vader, in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, voor ons allemaal gegeven, voor onze zonden. En dat hij is opgestaan uit de dood, om ons nog steeds te kunnen leiden. En nog steeds voor ons te kunnen bidden aan de rechterhand van zijn Vader. En in de naam van zijn Heilige Geest, die aan ons gegeven is, die leeft in uw hart, die uw ruimte wil maken. Heer, dank u wel. Dus wees gezegend, gemeente van Jezus Christus. En gaat heen in de vrede van de Vader. Amen. Wel thuis, een fijne zondag. We hebben de collecte. En ik wil daar nog even een zegen over vragen, want dat wordt wel eens vergeten, tot onze spijt. We kunnen nog even onze ogen sluiten om een zegen te kunnen vragen voor de offergave die wij iedere zondag ophalen. En die offergave is niet voor de gemeente zelf. De offergave is een offer die wij geven, zodat de gemeente ook een offer kan geven naar buiten. Voor degenen die zonder herder zijn. Ja? Noor, wil jij naar voren komen en een zegenvraag over de collecte? Heerlijk, dat kapje.
Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor dit samen zijn. Dank u wel, Heer, dat u hier bent, Heer. Dank u wel, Vader, dat we ook naar uw woord hebben mogen luisteren. Maar u, Heilige Geest, bent het, Heer, die het in ons hart kan doen bewerken. En daar bid ik u voor, Heilige Geest. Ik dank u wel dat we ook nu het offer mogen ophalen. Heer, wilt u het zegenen? Heer, ook dat het mag doen datgene waarvoor u het bedoeld heeft. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wil ik u dit vragen. Amen. Amen. Dankjewel. Fijne zondag. Tot woensdag.